Jongen, waarom ga je nou mee... Wat? Kap met mij te slaan. Yo kijkers, tot ziens, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een nieuwe video van de Survival. En ik ben niet alleen, hij staat hier hoor, de enige echte Yannick. Hey, ik ben weer aanwezig. Hallo. Ja, wij gaan vandaag weer verder met de Survival. Jullie hebben de Survival kunnen zien op de Twitch. Dus als jullie het niet hebben gezien, je kan het niet meer terugkijken. We hebben het verwijderd, of tenminste ik heb het verwijderd. Dus we kunnen... je kunt het niet meer terugkijken. Yannick, ja. Anders ga jij verder met het huisje. Dan ga ik hier het ideeënbord neerzetten. Want hier wil ik het ideeënbord neerzetten. Daar had ik het... Ik weet niet hoe groot je het huisje Nou ja, eerst is dat wel goed. We hebben ook dat eten. Ja. Wat zeg je? Zoals... Ja, zo eerst wel. We kunnen hem altijd nog vergroten, hè? Ja, dat... Dan ga ik hier ergens het ideeënbord neerzetten. Zo, ik denk dat hier wel goed is. Lekker pal bij ons huisje. Oh, waar heb ik hem? Oh, hier. Ik heb echt totaal geen idee. Het ligt in de chest volgens mij. Ah, nou, dat was rauw. Zo. Doe je het? Wat zeg je? Wat zeg je? Dak. Dak. Duidelijk. Is hij misschien niet ietsjes te laag, maar te lang? Of verbeeld ik me dat? Het ideeënbord. Hallo? Hij is te lang? Yannick? Ja, hij is te lang. Oh. Dan doe ik hem naar dit. Zo. Mijn hout. Waar is mijn hout? Oh, hier. Maar ik heb ook al direct weer een stack dirt. Ik denk dat ik zomaar even op zoek ga naar... Naar diertjes. Nou, ook. Maar ook even... Wat zand. Wat glas. Ja, daar is Koen gisteren nog op zoek geweest. Hier in de buurt is een... woestijn. Oh, hier is een meertje met een beetje zand. Ja. Ja, dan kun je eerst wel het benodigde zand vandaan halen. Dat is nog niet genoeg. Nee. Alle kleine beetjes. Hoe maak je een schaar? Schaar, 2 eieren. Oh, nou, we hebben genoeg eieren. Want als jullie de vorige aflevering hebben gekeken, is dat we echt heel veel eieren hebben gehad. Ja, uit de ravijn was dat. Ja. Dan kan ik eventjes wat bladeren weghalen. Kunnen we misschien uiteindelijk wel een tuin of zo van maken? Van de bladeren. Jong, hij negeert me ook echt gewoon keihard. Wie? Jij. Zo. Nou, ik zeg dingen en je reageert er niet eens op. Jawel, ja. Helemaal niet. Dan staat mijn microfoon gewoon veel te zacht. Nou, ik hoor jou gewoon goed hoor. Ja? Ja. Hoe? Zal ik dit nog een beetje weghalen? Nou, het wordt ook alweer avond. Ja. Zo. Au joh, ja joh. Ik kan even de boel naar beneden. Heb je misschien schapies? Want anders moeten we de hele tijd tegen de... Ik ben nu dus... Dat was een gat. Ik ben nu zeg maar op soort of... Ik ben nu op zoek naar zand ook. En als ik zoiets tegenkom, neem ik het wel mee. Oh, heb je geen popfilter of zo? Want die S, echt waar, die doet echt zeer gewoon aan mijn oren. Oh. Koen is gisteren in de lava geflikkerd, hè. Met al zijn eieren en zo. Are you kidding me? Ja. Oh, wacht. Misschien heb ik nog wel een popfilter. Doe gewoon een sok eromheen, dat deed... Nee, ik heb hier nog een liggen. Oh, maar die valt er waarschijnlijk zo vanaf, maar het werkt, denk ik. Ik doe dat regen even uit, hoor.
Ja, is goed. Oh, ik zie ook echt niks doen met mijn shaders. Ik doe wel even mijn shaders uit. Kun je ook brightness ergens aanpassen? Ja, dat kan bij video settings. Oh, hier. Zo. Misschien zie ik het dan wel weer met mijn shaders. Ja, een beetje. Ik doe eerst wel mijn shaders uit. Ik heb één appel, goed hè? Ik heb bijna een hele stek zand. Oh, jezus Janik, jouw mic. Wat? Nou, stek zand. Echt die S. What the fuck? Ja, dat komt omdat je hem waarschijnlijk te dicht bij je mond hebt zitten. Nu dan, stak. Jezus. Nou... Huh? Ja, nee, nog gewoon, maar anders zeg je gewoon even de S wat zachter. Oh, ik heb hier twee schapen. Oh, beter, vermoord ze alle twee maar, want dan hebben we een bed, kunnen we het dag maken. Okay. Ja, maar dat nog niet, hè? Er nog één. Ik heb er één. Oh. Waar ben jij dan? Ik kom nu weer terug. Ik zit ergens middel in de, nowhere. Nog een schaap tegen. Nou, nemen we vermoord hem maar direct. Wacht. Volgens mij ben ik alles behalve in. Ja, ik zie je echt niet. Nee. Waar ben jij maar heen gelopen dan? Ja, dat is een goede vraag. Je zag mij toch zo net? Ik heb wel genoeg bedden voor twee personen. Daar zit meneer Zombie. Hallo meneer Zombie. Ik denk dat ik de verkeerde kant op gelopen ben. Nee, zombie, ga weg. Waar is hij? Oh, daar. Flikker op. Zo, die is er fijn in. Sorry. Wat? Eten is bijna op. Ja, mijn eten is ook bijna op. Ja, ik heb dus een button mee. Wel weinig. Oh, ik zie je. Waar? Oh, daar. Hoi. Hey. Oké, dan kun je hem ook direct even in de oven doen, want ik had die mutsen ook al in de oven gedaan. Voor mij. Ik moet dus even op jacht. En ik heb één steak, raw beef. Ik weet eigenlijk niet hoe je bedden maakt. Oh, echt niet? Nee. Onderop je hout. Oh, ik heb het al. Ik heb het al. Ik heb het al. Zo gezellig naast elkaar liggen. Wat? Le. Punt E punt, oké. Okay. Ja, het huisje moet denk ik wel een beetje groter. Ja? Ja, maar dat kan nog wel. Wacht maar, ik heb misschien wel een goed idee. Alleen dan moet het idee een bord. Die moet dan ergens anders neergezet worden. Anders hebben we te weinig. Nee, dat hoeft niet. Ik kan ook wel een stuk dravijn in gaan. Hoeft niet. Ik heb wel nou, een idee. Nou, maar dat is misschien wel leuk, want daar heb ik nog best wel een leuk ideetje voor. Oké. Okay. Heb je al een idee voor het ideeënbord? Nee. Ik moet eerst hout hakken. Ja, vertel. Misschien, Wat, dat? Niks. Ja, dat is lastig. Twee creepers, ga weg. Ontplof de andere. Moet ik helpen? Nee hoor, ze hebben zichzelf opgeblazen. Hier, er liggen hier wel allemaal mooie gaten, lijkt net de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik weet niet wat er nou zo mooi is aan de Tweede Wereldoorlog. Nou, er is niks mooi aan, maar allemaal gaten in de grond. Hoeveel hout nee, moet... Je bent allemaal iron overgeslagen. Echt? Ja. Niet te diep. Niet te diep hoor, want ik verdwaalde toen ook al. Oh, maar ik verdwaal niet zo snel. Nee. Dat zagen we zo net ook al.
Ik was gewoon weer keihard genegeerd, weet je. Hij denkt gewoon sterf. Krijg ik galamatiefes. Ja, precies. Oké, ik moet echt eten mee. Het is gaat fout. Ja, we moeten diertjes. We moeten diertjes zien te vinden. Oh, kut, ik ben bijna dood. Nou, moet je niet hebben, hè. Handig. Zo, een jitterbeeld omhoog. Jezus. Wat? Ja, ik zie een schaap. Moet ik hem killen? Ik wil varkens. Ik hoorde een varken, alleen ik kan hem niet zien. Oh, en ik zie een koe. Meeuw. Ja, nog een schaap. Ik hoor de varken hier ook ergens. Waar is de varken? Knorrie, kom maar. Oh, hier, ik zie hem al. Oké, ik heb ramen erin. Knor, knor, kom maar. Knor, knor, kom maar hier. Oh, ik heb honger, sorry. Ja, ik ook. Wat? Wat? Een witch? Ik ga naar die plek. Waar was jij heen? Oh, ik heb hier de witch. Ik heb de witch. Nou, beter. Mag ik ook oude spullen? Ja, dat is niet zo handig, want nu moet je uitzoeken wat van mij was, hè? Dat is niet zo. Jawel. Hey, appel. Nog een appel. Waar ben je? Achter je, achter je. Dit. Oké, Diorite is sowieso niet van mij, want ik had geen Grand Knight of zo is het. Ik had ook geen iron. Ah, maar dat moet ik niet. Dat? Jo. Hoi, je iron pickaxe nog. Dank u. Ja. Oké, ook een random woodblock. Heb ik nog iets gekregen van die witch? Nee. Nou, dat niet kusnoes. Moet je ook armor gaan maken of wachten we daar nog mee? Armor kunnen we eens wel mee wachten. Ik ga zo wel even een bucket met water halen. Is goud, kunnen we even een farmpje opzetten? We moeten uiteindelijk nou, wel. Dat niet alleen, maar dat is ook wel handig voor als jij op onderzoek uitgaat, bijvoorbeeld in de ravijn. Dan kun je gewoon water onder je plaatsen. En dan kom je sneller beneden. Wat ik normaal ook altijd gebruik. Dus, hier is een plasje met water. En ik ben voorbij de heuvel. Ik denk dat ik de aflevering af ga sluiten. Dus ik zie nog even één schaapje. Die ga ik even killen. En dan ga ik weer terug. En dan als ik terug ben, dan ga ik de aflevering afsluiten. Ja, dat snel weer. Zo. Nou, ik heb schaapje gekild. Dan ga ik weer terug. Even kijken. Ik heb 8 raw mutton, 1 raw pork chop en 2 appels. En heb ik ook seeds? Nee. En dan ga ik hier even... Ja, ik heb een paar seeds. Ik ga even dan hier wat gras weghalen voor seeds. Oh, dat is wel genoeg. Moet ik ook... Heb ik iron bij me? Ja, alleen... Nee, dat is niet zo handig. Ik ga wel terug. Moet ik ook ladder meenemen? Mag wel. Nee, dat heb ik nu. Ik denk dat we er echt super veel aan hebben, maar op zich... Goed idee. Joh. Verberg je op zo, hoppakee. Zo even Greenpeace weer blij maken. Beetje boompjes planten. Ach, wie heeft deze boom half omgehakt? Dat kan ik zo niet tegen vliegen. Waarschijnlijk ik. Kutzooi. Hoi. Ze wensen, ja. Ja, maar ze is hier. Zambia ofzo. Ik lijd aan het syndroom, zingen kan ik niet. Nou, je kan wel meer niet. Fuck ja. Normaal praten kun je niet, normaal doen ook niet, dus ja. Wat zei jij? Dat je niet normaal kan doen. Hé hey, joh, of normaal? Hey! PvP battle win ik, hè?
Dat je dat even weet. Ik kan even weer verspillen, hè? Nou, jongen, volgens mij had jij gewoon Iron Sword en ik een kapotte Iron Axe, dus geef maar één terug. Je hebt de spullen al. Ga weg. Ks. 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 Opgesodemieterd. Opgetiefd. Al het eten is voor mij. Nee, weg. Wat? Hacker, hacker. Hoezo ben ik nou weer een hacker dan? Wat? Ik span helemaal niet op bij ons. Nee, je kan toch slash back doen. Oh, mag dat? Nou ja, ik deed ook. Jongen, waarom ga je nou maar weer... Wat? Kap met mij te slaan. Je bent zo'n dikke hacker, man. Ik kan die niet tegen ze verliezen, hoor. Jawel, ik kan wel tegen me verliezen, maar... Jongen, ga me niet aanvallen of zo. Ik win toch. Hou op, echt waar. Hou op. Ja, ja, ik kan alleen maar winnen met dat ik één hartje heb, hoor. Dan kan hij alleen winnen. Echt waar, je zit alleen maar te kloten. Het huisje is nog niet eens af. Dit heb je er alleen bij gebouwd. Jumpy. Echt waar, hoor. Alright jongens, ik ga mijn aflevering hierbij afsluiten. Doe een blauw duimpje omhoog. Als jullie dit leuk vonden, hebben jullie... Jongen, wat zijn we aan het doen? Hebben jullie nog een idee voor wat we kunnen bouwen? Laat het achter in de reacties. Ik ga nog even een aflevering erbij opnemen. Dus de volgende aflevering hebben nog niet jullie reacties. Maar de aflevering daarna wel. Dus jongens, ik zie jullie na de video. Of in de volgende video weer, jongens. Peace. Oké, lekker.